Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Bankgiro Loterij. Mijn gast van vanavond is van het type grote mond, klein hartje. Als klein meisje was Claudia de Breij ontzettend verlegen. Maar zodra ze op het podium stond, was dat weg en durfde ze alles. In haar conferences is ze brutaal en komisch, maar in de liedjes is ze kwetsbaar en gevoelig. Ze is moeder van een zoon, vrouw van een vrouw en ze is een van onze allerbeste cabaretières. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Hallo Claudia. Hallo Hanneke. Wat fijn dat je er bent. Hi. Zeg, we gaan zo meteen zitten. Ja. Althans, jij gaat zitten urenlang voor 3 kunstenaars. En die gaan enorm naar je kijken. Hè? Is dat anders dan een carré of een zaal vol mensen? Ja, totaal anders. Als ik me echt goed concentreer, heb ik nergens last van. Anders heb ik nog wel eens de eerste minuut dat ik denk, ze kijken naar, weet ik van, denk ik, zit er iets niet goed of zo? Of ja. Als dan bijvoorbeeld 2 vrouwen op de eerste rij zitten die heel goed gekleed zijn en die zie ik iets tegen elkaar zeggen, dan denk ik, oh, ze zeggen, wat heeft ze een dikke reet of zo, weet je wel? Ja. Dus heel onnozel, dat weet ik wel. En als ik een goede concentratie heb ik dat niet, maar anders wel. En nu? En nu, ja, dit is gewoon zo. Ik ben vooral heel bang dat ik er veel lelijker uitzie dan ik zelf in de spiegel denk dat ik eruit zie. Dat is altijd met geschilderd worden of zo, of getekend worden, denk je altijd, oh, zo'n neus. Dat zag ik zelf niet. Ja. Heb je nog een voornemen van, ik zorg wel dat ik er gewoon een beetje vandaag wijs uitzie, of niet te dit of niet te dat? Ik heb laatst eindelijk ontdekt wat mijn goede kant is, maar ik ben nu weer vergeten. Ik wens je ontzettend veel plezier. Het wordt gewoon een hele fijne dag. En nu maar hopen dat de 3 kunstenaars van vandaag die goede kant van Claudia wel kunnen vinden. Ze speculeren nu nog volop over wie het straks zal zijn. Kunstenaar Dini Bogaert schildert het liefst mensen. Ze heeft een losse toets en gebruikt veel licht en kleur in haar werk. Met beide benen op de grond en recht uit het hart weet Dini haar model krachtig op het doek te zetten. Het werk van Nico Heiligers is sterk beïnvloed door de traditionele schilderkunst. Hij maakt stillevens, portretten en straatbeelden. Nico gebruikt heldere kleuren met hier en daar een greintje symboliek. Anneke Timmerman legt in haar portretten vooral de focus op de ogen. Ze wil meer laten zien dan alleen het uiterlijk. Ze kiest een kleur uit die bij de persoon past. De ezels staan klaar met hun doeken. De kwasten zijn uitgepakt. Nu jullie nog. Ja. Zijn jullie zenuwachtig, Anneke? Nou, wel, ik voel wel wat spanning. Ja. Het is wel ongebruikelijk, dit. Ja, hè? Heel anders dan ik normaal werk. Ja. Ja. We zijn in Utrecht. Dat is meestal een aanwijzing. Ja. Hè? Oh, ja. Heb jij... ik dacht misschien Claudia de Breij. Waarom? Kom die niet uit Utrecht? Dat dacht ik. Ze hebben al gespeculeerd. Ja? Ik hoop op Maarten van Rossum. Ja, daar hoop ik ook op. Hoop ik op. Want die heeft zo'n fantastisch sprankelend uiterlijk dat je denkt... Die doet ook leuk gek. Ja. Hebben jullie een voorkeur voor, nou, als we nu die 2 gegadigden nemen... een man, een beetje morsige man of een mooie, fruitige vrouw? Ja, duidelijk. De morsige man. Ik ga voor de morsige man. Jij gaat voor de morsige man? Ja. Nou, het maakt me niet uit. Aha. Ik vind die beide namen, dat zou ik leuk vinden. Ja? Ja, ja, een beetje geconserveerd. Hè? Ja. Een beetje getekend. Dat is toch interessant. Ja. Zullen we gewoon de gasten bijroepen en kijken of het een morsige man of een goed geconserveerde vrouw is? Ja. Ja, oké. Dan zeg ik nu, laat de gast maar binnenkomen. Oh, God. Nou, nee.
Nee! Ja! Niet zij! Hi. Geen morsige man, hè? Nico. Ik had het goed. Hoi. Leuk. Hoi. Claudia. Nico. Hoi. Ik had het geraden. Hoi, Claudia. Echt waar? Ja. Ja. Claudia, dit is jouw stoel voor de komende uren. Dit zijn je kunstenaars. Heb het fijn met elkaar en werk lekker. Ja, zeg maar. Ja, we gaan wel even leggen. Ja, ik leer even de positie innemen. Ja. Kijken. Oké. Wat ik heel fijn vind om de persoon recht van voren te schilderen. Ja? Zo werkt het meestal. Eigenlijk als ik dan jouw ezel aanhoud, dan... Driekwart aan de ogen deze kant, dan is het helemaal perfect. Blijf ik zo zitten. Als ik het goed heb begrepen, was jij vroeger een stil meisje. Ja. Dat vind ik ongelofelijk. Echt waar? Hoe ziet een stille Claudia eruit? Die kan je nog steeds wel veel zien, hoor. Ik voel mezelf niet anders dan toen als kind. Behalve misschien dat ik wat ik toen alleen thuis deed. Weet je, dat ik dan zelf heel grappig vond om met een tennisracket een of andere gitaarsolo. Weet je, wat je dan als kind doet. Dat durfde ik buiten niet. En nu doe ik alles... buiten. Wat was nou eigenlijk het moment of de momenten dat je dacht... ik kijk naar mezelf, maar er kunnen natuurlijk nog meer mensen naar me kijken. Dat was, ik denk, een van de eerste momenten was dat ik Herman van Veen op televisie zag. Ik vond het zo prachtig. Ik dacht, ja, dat wil ik doen. Maar toen was ik nog vooral heel stil. Alleen in mijn hoofd was wel... Ik ben op een gegeven moment gewoon alle grappen die ik bedacht hardop gaan zeggen. Tegen wie? Toch gewoon wie er maar was. Oh. En tot die tijd gewoon, weet je, dan dacht ik vaak iets. Dacht ik, dat is eigenlijk grappig. En dan schreef ik het wel op. Maar dan was ik gewoon te schuchter om het hardop te zeggen. En op een gegeven moment ben ik dingen gaan zeggen. Eigenlijk vooral dat echt naar buiten keerde. Dat gevoel van wat ik als klein kind had. Dat was in HAVO 4. Dat ik 16 was en merkte van, als ik anekdotes vertel... En de mijnen hebben altijd een clue, terwijl in het echte leven heeft natuurlijk niets ooit een clue. Maar dat is de lol van een anekdote. En dat ontdekte ik toen. En dan had ik altijd een groepje mensen om me heen. En jij voelt je sowieso nogal geroepen tot, of verantwoordelijk voor... commentaar leveren op wat er om je heen gebeurt, hè? Ja. Ik bedoel, absurditeiten... Ja. Zijn het eigenlijk nooit? Ja, ook wel. Er zit altijd wel wat absurds in een voorstelling. Het zit ook wel erg in me. Ik hou ook heel van absurde humor, weet je, van Gumba-achtige onzin. Maar ik ben daar zelf uiteindelijk te serieus voor, ja. Ik moet toch, dan denk ik, ja, maar ja. Toch, het is vaak dat ik denk, ja, maar niemand zegt dit. En dan moet ik het dus maar zeggen. En dan is er geen ruimte meer, minder ruimte voor kolder. En waar is dat geboren, dat gevoel van... ik moet gewoon ook wel zeggen waar het om gaat? Ik denk na... Volgens mij pas echt na de moorden op Fortuyn en Van Gogh. Dat er toen ook zoveel dom geluld werd. En dat alles onder het mom van... maar we hebben vrijheid van meningsuiting gezegd moest worden. Dat ik dacht, ja, maar dan heb ik ook nog wel een mening... Maar je hebt je zo langzamerhand wel ontwikkeld tot... er gebeurt ergens iets. Wat zou Claudia daar op de plank van maken? Ja, maar dat is ook leuk. Zeker in de voorstelling is het leuk. Maar ik vind het wel eens op televisie, weet je wel... als je dan naar De Wereld Draait Door of ergens anders... als je weet, ik zit daar vanavond... Ja. Moet ik dan ergens iets van vinden? Daar heb ik soms helemaal geen zin in. Nee. Ik heb het gevoel dat voor jou het podium op dit moment de meeste magie heeft. Ja. Wat is de magie van het podium? Nou, het minst sympathieke antwoord, maar wel heel waar is, daar ben ik de baas. Het is gewoon of je bij mij thuis bent en ik zeg wat ik denk. En dan ook nog, dat is natuurlijk heel kunstmatig, dat ik de hele tijd aan het woord ben. Dat is natuurlijk ook heerlijk. Ik had,
Ik had 1,5 jaar, bijna 2 jaar niet getoerd. En we hebben kleine kinderen, dus dan is het altijd herrie. En het eerste wat ik merkte toen ik weer optrad, was dacht... oh, iedereen houdt gewoon 1,5 uur zijn kop. En ik praat, dat is lekker. Ja, dat is toch heerlijk? Het is een beetje kwijtgeraakt, dat gevoel. Ik was vergeten dat ik dat zo leuk vond. Dat dat een van de dingen was die natuurlijk heel fijn is. Dat ze in plaats van dat ze denken, mag ik nou iets zeggen... dat je de zaal hoort denken, nou, wat komt er nu? Hm. Ja, dat is toch heerlijk? Hm. Als jij... Je bent nu moeder. En je hebt het belangrijkste wat er bestaat op de wereld, heb je een kind. Als jij 1 hele mooie tegelwijsheid aan je kind mocht meegeven, wat zou dat zijn? Wees blij. Bij eigenlijk alles wat, weet je, ik kan het ook niet altijd op het moment zelf zien hoor, maar alles wat tegen zit, of dat je ook heel in het klein dat je denkt, wat is het een zooi in huis? Dus bijna ook altijd wees blij. Want het was of gezellig, of je woont gewoon te groot om het schoon te houden. Het is, wees blij. Voor iemand die totaal anders moet werken dan gebruikelijk... Mm. Ben je toch leuk op weg, hè? Wat vind jij? Ja, nou ja, ik dacht ik kom niet verder dan de tekening. Maar ben nu toch lekker met de verf ook bezig. Je bent enorm lekker met de verf bezig. Ja. Wat ben je opgeschoten, zeg. Ja. Wat zijn de moeilijke punten in Claudia's gezicht? Nou, de makkelijke dingen zijn misschien toch wel de vorm. Ik vind wel een duidelijke vorm, de kaaklijn. De oogleden, die zie ik niet zo goed. Maar dat komt misschien ook door... Ja, die zijn ook, ik heb gewoon een hele soort van, laten we zeggen, compacte oogleden. Ja, maar ook misschien door de make-up. Nou, maar die zijn echt lastig. Ook zonder make-up zijn die echt lastig. Ik denk dat ik ooit, over een paar jaar, moet ik volgens mij ook echt dit doen. Ja. Laten doen. Want ik heb hele zware oogleden. Dus de familie De Breij heeft het maakt je ogen ook heel intens. Is dat zo? Ja. Dan doe ik er niks aan. Ja. En je hebt erbij geschreven, voor je het mocht vergeten, wees blij. En wat ik eigenlijk wilde doen, was allerlei dingen van die je zei, opmerkingen. Oh, ja. Maar daar kwam ik niet aan toe en dacht, wees blij, dat is het, ja. Nico, in welke fase van portretteren ben jij? Alleen een beetje aftasten. Aftasten. Hè? Even een beetje schetsen. Ja. Wat heb jij opgemerkt aan Claudia nu je er zo lang als mede-Utrechtenaar maar in het echt ziet? Ik denk dat het stiekem toch een heel moeilijk hoofd is om te schilderen. Moeilijk hoofd? Dat is, daar heb ik vooral naar zitten kijken. En ja, verder. Nou, wat is er moeilijk aan? Ja, er zijn natuurlijk een paar hele karakteristieke kenmerken die heeft. Hè. Je gaat natuurlijk letten op. Van die dingen als ik heb van die diepe groeven hier en ook altijd zo'n wal, vooral aan deze kant. En dan gaan mensen dat benadrukken en denk ik, ja, dat is nou net niet het leukste niet. Van... Dat jullie dat weten, hè? Dat wil ze dus niet, hè? Dus alles met een beetje vaseline over het doek is... In welke fase van het portret zijn we nu? Nou, dit is gewoon alleen een hele snelle opzet... Ja. En lekker veel haar, hè, heeft ze. Ja, het is iets te, hè? Nou, ik zou gaan sparen voor dit haar. Maar het heeft wel leuke bos. Is het langer dan in het echt? Het is net iets te, geloof ik. Brigitte Bardot in de beste tijd. Ja, leuk, in de beste tijd. Het is niet helemaal Claudia, maar wat een mooi portret, zeg. Oh. Dus vergeet het. Ja, maak gewoon. Ja, maar het is wel de bedoeling dat Tina zij het Turner is. Of wie is het? Ja. Weet je, Debbie Harry is het een beetje. Debbie Blondie? Echt waar, dat gek, ja. Maar... Ik weet zeker dat mijn vriendin hem dan wel op haar werkkamer houdt. Thank you.
Claudia, je zit nu een flink tijdje stil. Ja. Vind je het saai of vind je het leuk of wat? Nou, ik vind het eigenlijk wel prima. Ja? Het is een soort... je komt een beetje tot jezelf, hè? En wat gebeurt er als je tot jezelf komt? Ik heb uiteindelijk eigenlijk al vrij snel... Volgens mij ga ik daar wel daas door kijken. Want ik zit al een tijdje probeer ik een nieuw liedje te maken. En ik had eigenlijk een goede melodie. Dus volgens mij... Ja, dat werkt wel. Dus ben ik nou kan je vast een stukje... Nee. Nee, oh. Absoluut niet. Oh, nee? Nee. 2 jaar niet opgetreden. Je hebt toen hele zware jaren gehad, hè? Het leven is er overheen gegaan, zoals laatst iemand fijntje zei. Opa. Dat vind ik een beetje onsmakelijk, denk. Het leven is er overheen gegaan. Ik moest er ook wel om lachen. Ja, goed. Ja, okay. Mezelf tegenkomen, nou ja. Nou ja. Ja. Nee, hoe was dat? Hoe moet ik me jou voorstellen in die periode? Nou, wit en met wallen. En moe, altijd moe, 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 moe. Ik ben ook echt even serieus in therapie gegaan en zo. Omdat je voelt van, ja, maar anders kom ik hier niet. Anders krijg ik het allemaal niet rond in mijn hoofd. Want wat was het dan? Nou, Connie en ik gingen scheiden, mijn ex en ik. En dat was wel een gezamenlijke beslissing. Maar dat maakt het echt niet een lolletje. Weet je, een relatie gaat nooit uit op het moment dat het net niet meer zo leuk is. Dan ben je eigenlijk al heel lang... zit je niet meer in je kracht, zeg maar, bij elkaar. Dus hoe heb je zo lang zo met jezelf kunnen omgaan? En met de ander, daar heb je dan meestal al inmiddels wel over gepraat. Wij hebben ook, zijn ook samen in therapie geweest. We hebben dat echt zo goed en zo kwaad als het kan samen gedaan, zeg maar. Ja, daar vond ik een goede dosis therapie. Ik was altijd een soort trots op niks af... dat ik nog nooit in therapie was geweest. Dat was iedereen in mijn omgeving was in therapie geweest. Vond ik altijd stom. Want ik had dat niet nodig en bla, bla, bla. Nou, ik kan het iedereen aanraden. Heb je die scheiding als een falen van jezelf ervaren? Ja, even. Nou, even lang wel. Heel lang even. Maar niet meer. Ik had het wel, zeg maar, toen ik er middenin zat... en dan heel concreet gewoon het speelgoed van je kind zien... en denken, dat gaat straks naar 2 huizen. Ja, dat voelt wel als falen. Dat is verschrikkelijk. Maar inmiddels, ja... Je houdt dat contact, hè? Ook omdat je samen een kind hebt... Dus die verhouding evolueert. En Connie, mijn ex en ik zijn allebei heel eerlijk over... dat tussen ons niet meer op die manier ging. Mm-hmm. En zij heeft een nieuwe relatie en is heel gelukkig mee. En ik met de mijne. Dus dan voelt het eigenlijk niet meer als falen. Maar als, ja, weet je, dat is... Zo ging het leven. Zo ging ons leven, ja. En je hebt toen ook gewoon echt moeten zeggen... van, ik werk ook gewoon een tijd niet. Ja. Ik ben een tijd niet... Ja. Aanspreekbaar. Nou, ik moest wel werken, hoor. Want ik kan niet werken. Vooral financieel kan dat niet. Dus ik heb wel gewoon mijn columns geschreven. En de dingen die je doet om ook gewoon van te leven. Maar toeren, dat ging echt niet, nee. Nee. Dat komt zo... dat is zo wie je bent. Hoe je daar dan op het podium staat. En... ik had ook helemaal niet het gevoel dat mensen... Nou ja, wat ik je net beschreef, dat heerlijke luisteren naar mij... dat had ik helemaal niet. Ik dacht, laat mij lekker even in een hoekje liggen. Ik kan gewoon lekker met een dekentje op de bank sneeuwwitje kijken. Hoe ben je er dan heen gekomen? Ja. Hoe ben ik er doorheen gekomen? Gewoon door te leven. Gewoon door... Wel veel tijd in die kinderen ook gestopt. Dat deed me ook goed. Dat haalt ook heel erg de haast uit je leven, hè? Het is ook een beetje... Zeg maar wat de trein ook met je doet. Als je denkt, ik wil haasten, maar dan, nou ja, we gaan met de trein, dus vergeet het. Nou, dat gevoel heb je met kinderen in het kwadraat. Vergeet het, ja. We gaan doen wat de kinderen van plan zijn. Kunstenaars hebben hun eerste opzet op doek gemaakt. Nu maken ze nog wat foto's en dan gaan ze naar hun ateliers om de portretten af te maken. Claudia moet nog even geduld hebben, want zij ziet ze pas voor de allereerste keer bij de onthulling. Ja.
Wat een stoerwijf zit hier. Waarom deze keuze van deze pose? Nou ja, dit, wat je zegt, het is een stoerwijf. Dus ik dacht, dat moet ook tot de uiting komen in het schilderij. En je hebt er ook wat dingen bij, symbolische dingen? Ik wil haar eigenlijk in haar volledigheid. Dus zowel haar werkzame leven, theater, hè, dat geeft ze ook aan. Daar voelt ze zich het meest soeverein. Dus ik dacht, ik doe zo'n poster aan de muur, verwijzing naar theater. En dan wil ik haar ook als moeder. Hè? Daar wint ze ook geen doekjes om. Hè? Dus ik dacht, ja, er moet iets van speelgoed bij of zo. Hè? Ja. Dus, een balletje. Hoe ver, in mijn amateurogen, is het al een heel vergevorderd schilderij. Hoe ver is het voor jou als professional? Ja, ik merk wel dat het verraderlijk... Ze heeft van die hele duidelijke uiterlijke kenmerken. Die wangen, die neus, die mond en die blauwe ogen. Blonde haar. En dan toch denk je... Je moet nog flink pielen om het precies op zijn plek te krijgen. Ja. Ja. Ja, ja. Ik ben er nog wel even aan bezig. Ja. Ja. Toen we aan het poseren waren, toen zag ik Blondie en Brigitte Bardot. Ja. Nu zie ik Claudia bijna. Wat moet daar nou nog gaan gebeuren? Ik heb gelukkig hele goede foto's van haar kunnen maken. Dus waar ik nu wel redelijk tevreden over ben, is het haar en de ogen. Maar wat ik heel graag erin wil hebben, is haar lach. Waarom? Omdat ik vind dat dat typerend voor haar is. En ze had ook die mooie uitstraling. En dat zit er nog niet goed in. En als zij het zelf ziet, hè? Ja. Gaat ze kiezen. Ja. Gaat ze er een van de drie kiezen. Ja. Speelt dat in je achterhoofd mee als je aan het werk bent? Af en toe heb ik daar lichte nachtmerries van natuurlijk. En je wilt het altijd zo goed mogelijk doen als je iemand portretteert, maar nu zeker. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als hij zichzelf ziet en denkt, hé, dat ben ik. Die ogen, hè? Die knallen eruit. Ja. Is dat ook het belangrijkste element in dat gezicht, die ogen? Nou ja, het gaat altijd om de blik. Maar de blik, dat is ook de mond. Dat is één geheel. Ja. Maar het is wel een confronterend portret. Ja. Ik bedoel, als je dit hebt hangen, je kijkt jezelf wel de hele tijd aan. Ja. Is dat je bedoeling ook? Ja. Nou ja, dat is de manier hoe ik werk. Ja, dat is mijn bedoeling. Maar daar mag het niet in blijven steken. Wat erachter zit, dat vind ik belangrijk. En dat ook... Nou, dat mag best binnenkomen dan. Alle bewegingen van de geest, de kleine roerselen, allerlei kleine dingetjes die confronterend kunnen zijn. Oh. Misschien, als je eigenlijk kijkt. Maar zij moet natuurlijk het wel kunnen verdragen. Is dat voor jou nog een punt? Nou, ik vind dat spannend. Ik zou heel graag stiekem mee willen kijken hoe zij daar straks bij de onthulling, terwijl wij er niet bij zijn. Dat zie ik dan later in het programma. Ik kan niet wachten bijna. Ja, dat vind ik spannend ook als ze helemaal schrikt. Maar als het haar maar raakt, ja. En vandaag is het zover. Hier in Museum Speelklok in Utrecht zal Claudia te midden van al deze vrolijke instrumenten haar keus moeten maken tussen drie heel bijzondere schilderijen. En ze zal het niet makkelijk krijgen. Klaas-Dirk Bruintjes, directeur van Museum Speelklok. Wat is dit? Dit zijn voorbeelden van automatisch spelende muziekinstrumenten. En u kunt hier zelf de instrumenten aandraaien en zien hoe het allemaal werkt. Ja, ik herinner me dit museum als heel veel orgels overal. Maar dit is nieuw. En ja, ik zag nog een vleugel die nieuw was. Ja, dit is nieuw. Hier zijn we ook heel erg blij mee. Dat hebben we kunnen doen dankzij de Bankgiro Loterij. Al die orgels waar u het over heeft, die zijn er nog steeds. Er zijn weer veel prijzen gewonnen door de deelnemers van de Bankgiro Loterij. Nanny en Jacques uit Delft wonnen met hun rekeningnummer het geldbedrag van 25.000 euro. Wauw! Zo weg. Super! Dat kunnen we hard gebruiken. Super. Daar gaan we in ieder geval een andere auto mee kopen. En waarschijnlijk nog een reisje naar Dubai. Wij zijn er super blij mee. Ja,
Hartstikke goed, hè? Nou, het is bijna zover. Zometeen gaat Claudia de doeken zien. Zijn ze allemaal droog, Nico? Is je doek droog? Ja, is droog. Heb je er nog heel hard en lang aan gewerkt? Ik heb er nog wel even aan gewerkt, maar hij is ook al wel een paar dagen klaar. En Dini, ben jij doorgegaan op je... Op de opzet van vorige keer? Ja? Ja, ik ben daar eerst op doorgegaan. En ik wilde haar toen heel lachend schilderen, breed lachend. Maar dat werd echt een... Nou, dat mislukte. Dat werd echt een grimas. Toen heb ik een volgende gemaakt waar ze een beetje glimlacht. Hmm. Dus die heb ik nu meegenomen. En Anneke, jij moest nog een beetje een poederachtig effect maken, herinner ik. Ja, nou, een beetje. Toen je het zag, na een week, leek het wel op Claudia. Maar voor mij is het dan een vlak schilderij. Eigenlijk nog geen schilderij. Een soort olieverf schets. Dus voor mij leeft het dan nog niet. Nee. Heb je er nog heel veel aan gewerkt? Ja, want toen ging ik er allerlei lagen overheen zetten en verknalde ik het weer, naar mijn gevoel. Oh. Want elke millimeter wat ik aan de mond deed, kreeg ze weer een soort andere uitdrukking. Oh. Ja. In samenspel met de ogen. Ja, dat is herkenbaar. Jullie... Ze heeft geen makkelijk hoofd. Nou, nee. Ik wil jullie vragen om even ergens anders te wachten. Dan kan ze in volle vrijheid kiezen. Zodra ze het weet, roep ik jullie erbij. Tot zo. Oké. Daar staan ze, Claudia. Ja, spannend. Wat is je worst nightmare? Het ergste wat ik me kan voorstellen is... Net voor ik wegging zei Jessica nog... hou je er rekening mee dat je alles altijd aan jouw gezicht ziet. Dus ik heb een heel slecht pokerface. Dus als ik iets niet mooi vind, dan zie je dat. Oh, Ik doe mijn haar voor mijn gezicht en... En het ergste zou natuurlijk zijn als je er niet één mooi vond. Ja, ik kan het me niet voorstellen, eerlijk gezegd. Maar dat is wel... Dat zou wel het ergste zijn. Ik ook niet. De nightmare gaat zo meteen beginnen, want je mag er maar één kiezen. Ja, nou ja, stel je voor dat ze alle drie dus te gek zijn. Ja. Maar dan kan ik bieden, hè, op de andere. Nou, kan je zo bieden zoveel als je wil. Komt nummer 1. Oké. Sterkte. En plezier. Oh, wauw. Ja, dat is wel... Ik herken mezelf wel gelijk, ja. En wat grappig, wat een... Ik bedoel, ons huis ziet er anders uit, maar het heeft wel een soort van... ligt wel heel vaak dat soort rotzooi om mij heen. Er zal toch wel een bal ergens liggen? Ja. En vooral ook die kleine frutjes en zo. En die houding is wel heel erg mijn houding. Die me ook door heel veel mensen is geprobeerd af... Hè, die hebben heel veel mensen geprobeerd me af te leren en is nooit gelukt. Dus ik vind het mooi. Ja. Ja, ik vind het echt mooi. Nou, en dat is nog maar de eerste, hè? Ja. En zo'n beetje... Zo'n rare, dat vind ik zelf niet per se mijn mooiste blik... maar dat is wel ontzettend wie ik ben. Zo'n soort afwachtende... En waarom vind je het niet je mooiste blik? Nou, omdat je graag van jezelf denkt... dat je een leuke, warme, open, continu spontane persoonlijkheid bent. Maar dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Nou, dat is... Dit is nog maar de eerste, klaar? Ja. We gaan naar nummer 2. Ja, kom op. Komt-ie. Mm-hmm. Grappig, ja, dat ben ik ook wel. Ja, mij net iets te clownesk voor hoe ik mezelf zie. Maar ik denk wel dat je gelijk ziet dat ik dat ben. Ja, ik heb zelf de hoop dat ik iets meer kin heb van nature. Maar dit is toch wel, ben ik bang, hoe het is. Komt nummer 3. Ja. Ja, is ook heel goed. Is ook weer die ik moet op de foto blik van mezelf, die ik goed ken. Ja, het is wel heel goed. Mag ik dichterbij komen? Je mag ze heel goed bekijken. En ik wens je ontzettend veel plezier. Ja, dankjewel. Ik vind ook die drie bij elkaar, vind ik dan heel erg... Als je ze over elkaar kon leggen, dat is hoe ik ongeveer mezelf zie. Het is wel heel knap. Ik bedoel, zelfs de spier in mijn lip heeft hij getroffen, of zij. Ja, het is wel ook heel erg. Het is ontzettend ik ook. Ik vind het ook, weet je, de handen, dit is zo ontzettend. Het is zo natuurgetrouw.
Of waarschijnlijk net iets mooier gemaakt, want dan denk je van jezelf dat het natuurgetrouw is. Ik vind het heel moeilijk. Ik vind ze echt alle drie goed. Ik weet het niet echt, maar ik weet het wel. Kies Claudia voor het indringende werk van Anneke, het losse portret van Dini, of gaat ze voor het persoonlijke schilderij van Nico? Je hebt een hele tijd staan, nou, niet eens zo gek lang, maar toch staan aarzelen. Ik sta nog steeds een beetje te dubben, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ze alle drie... ik vind dat jullie alle drie echt het wezen te pakken hebben. Op de een of andere manier. Dat is eigenlijk waar ik het meest huiverig voor was. Weet je, dat je jezelf terugziet en denkt, ja, maar dat, zo ben ik helemaal niet. Nou, dat is bij jullie alle drie helemaal niet aan de hand. Ik vind het allemaal heel erg ja, wie ik ben. Maar totaal anders. Ik vind die van Anneke vind ik heel mooi, zacht. Ja, iets weifelends en ook iets heel blijs. Dat zit zeker in de ogen. Het is een beetje, daarom komt hij mij bijna, weet je, die is dan heel dichtbij. Want het is bijna zoals het er volgens mij uitziet als ik je ga zoenen. Want het is zo, weet je, ik zit echt hier, snap je? En die van Dini, ja, die vind ik ook heel mooi. Die vind ik qua kleuren prachtig. En ik vind het haar en het ruige eraan vind ik heel mooi. Voor mij bijna te clownesk, hoewel dat ook wel weer is wat ik ben. Hij heeft iets heel grappigs, moet je dat noemen, laconieks of zo. Wat ik ook wel heel erg over me heb. En ik vind het daar zo gaaf. Je, ook van dichtbij zie ik alleen maar wat zwarte en wat blauwe toetsen. En toch kunnen het niet iemand anders zijn ogen zijn. Dat vind ik heel knap. Vind ik heel bijzonder. Leuk. En die van Nico, die is heel, voelt heel natuurgetrouw voor mij. Ik vind de omgeving ook goed verzonnen. Want het lijkt niet op mijn huis, maar dat zou het toch wel kunnen zijn. En dat vind ik wel heel leuk. Claudia, nu komt dat moment, hè? Mm-hmm. Welk schilderij, willekeurige volgorde, neem je niet mee naar huis? Ik neem die van Anneke niet mee naar huis. Ik heb lang getwijfeld. Dan blijven er twee over. Ja, en dan kies ik uiteindelijk voor die van Nico. Dus Dini en Anneke niet, maar Nico, jij wel. Hartstikke leuk. Ja, ontzettend bedankt. Hoe doen we dat? Zo? Ja. Drie mooie portretten en een bijna onmogelijke keus. Maar Claudia heeft nog gemaakt. Het schilderij van Nico gaat met haar mee naar huis. De andere twee, die worden geveild voor een goed doel. Want die moeten natuurlijk ook een goede bestemming krijgen. Hoe dat nou precies in zijn werk gaat, dat kunt u zien op onze site. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Bankgiro Loterij.